zitten nu aan de achterkant van de Zonzeel, waar Paul Reniers toch heel veel jaren heeft doorgebracht hier in de Zonzeel. Ja, we gaan eens kijken wat er in die afgelopen jaren allemaal gepasseerd is bij Paul en hier in de Zonzeel. Paul. Ja, er is nogal wat gepasseerd in die 33 jaar. Ja, 33 jaar. Ja. Dat is eigenlijk ook wel een beetje een carnavalsgetalletje, hè? Eigenlijk wel. Maar ja, eigenlijk, ik ben ook in de Zonzeel terechtgekomen door een tip van de oud-bestuurslid van CV De Zwalligers. Ja. En die tipte mij dat Theo en Rick hiermee wouden stoppen. En dat ik per 1 april een brief zou sturen, en dat is 1 april 1990 geweest, dat die ermee zouden stoppen en daar werd mij getipt. En toen ben ik maar gelijk in de pen geklommen, omdat Lida en ik er eigenlijk wel zin in hadden om de Zonzeel te gaan draaien. We hadden daar wel verwachtingen van. En, ik denk ook wel dat die een groot deel voor, in ieder geval voor ons, zijn ze zeker uitgekomen. Maar ook voor de bevolking. Ja, zeg maar, dat is dan begonnen in 1992. 92 heb ik de sleutel gekregen. Ja. En toen ben ik gelijk maar gaan verbouwen en de zaal een kleurtje gegeven. En een gordijntje tegen de muur, een tafelkleedje, een echt tafelkleedje op tafel. Ja, ja. En de bar verbouwd. En ja, en toen was het er tegenaan met z'n allen. Ja, ja. Zeg maar, voor 92 was je ook al actief in het verenigingsleven? Voor 92, ja. Ik ben in 1971 ben ik door Lian van Gils, die toen hier in de Moersweg woonde, ben ik gevraagd om de Vredesweek mee te organiseren. Dat is al wel heel lang geleden. En toen hadden we nog zo'n week waar de Nederlands hervormde en de katholieke gemeenschap niet zo heel veel samen deden. Ja, ja. We hebben hier het spoorlijntje en dat was altijd. Aan deze kant hadden we drumband en trompettenkorps Sint-Jan en aan de andere kant was natuurlijk Fanfare Concordia. Ja. En die overliepen elkaar niet in de straten. Als Sinterklaas aankwam, dan werd hij opgehaald aan de rotonde. Tot aan het spoorlijntje was dan Sint-Jan daarbij als muzikale onderleiding. En Concordia nam het dan over aan de andere kant van het spoor om door hun wijk te gaan. Ja, ja. Dat was in 1971 en toen hebben we droppingen gedaan, 55 plus, 55 min avonden. En dat was dan in Concordia of hier in het Willy Broders gebouw. Voordat Zonzeel stond, was hier het Willy Broders gebouw, wat ook van de kerk was. Okay. We hebben toen ook een mini playback show gedaan met de kinderen hier van Hoge Zwaluwe. In 71 dus al. Toen ben ik in 74 ben ik begonnen met de drumband van het Schuitveld. Nou precies. En daar ging u vraag nou, ja, naar. Precies, want precies. Wat jouw naam kwam op een gegeven moment ook al naar boven en jouw aanwezigheid toen ook met het 50 jaar bestaan van de Schuitveldband. Ja, ja. En toen had ik zoiets van, wow, die mensen zijn best wel actief geweest binnen het verenigingsleven dan. Ja, dat. Of niet? Ja. En met heel veel passie en heel veel plezier. Ja, ja. Wat ik vooraf deed, en vandaar dat ze in 71 toen naar mij toe kwamen, Lian van Gils, dat was omdat ik in Terreide al kindermiddagen organiseerde in het toenmalige patronaatsgebouw. Okay. Later is dat de Dreef geworden. Ja, ja. En daar deed ik al kindermiddagen organiseren. Dus ik schreef zelf toneelstukjes. Oh. En die regisseerde ik zelf. En ik stond natuurlijk zelf ook op de planken. Precies. Hè? Ja, ja, en een broer van mij die deed ook een playback showtje geven. Ja, en we deden. Ik speelde zelf voor clown. Ja, u kunt zich eigenlijk niet meer in voorstellen. Maar ja, het was toen toch zo dat ik dat wel deed. Maar was dat dan eigenlijk, hè, die, dat je zo actief was in al die dingen, zeg maar, was dat dan eigenlijk ook het punt om op te pakken om hier? Ja, ik heb altijd in de horeca gezeten. Ja?
Van kinds af aan. Ik heb voorheen bij de Gouden Leeuw eerst nog flesjes sorteren en aardappels schillen en frietjes snijden en in de spoelkeuken. En op een gegeven moment achter de bar glazen spoelen als ukkie van een jaar of 10, 12, 13. Want dat mocht toen allemaal nog, of dat werd toen allemaal getolereerd. Ja. Maar goed, toen 92 begon je hier. 92 begon ik hier, En er is natuurlijk best wel het een en ander gepasseerd. Leuke dingen, ook minder leuke dingen. Er zijn heel veel leuke dingen gepasseerd. En precies, wat precies. Minder, ja. Gelukkig wat minder prettige dingetjes, zeggen. Ja. Ja, we zijn toen ook gelijk begonnen in 92 met de mini playback show. Eerst was dat heel voorzichtig opzetten, want je zat hier met twee verschillende scholen die ook verschillend over carnaval dachten. Ja. Eerste jaar heb ik hem zelf gepresenteerd gehad en twee jaar liet ik het over aan Louis Verzuilenkom, beter bekend hier in het dorp als Den Bukkum. Maar die heeft het 8-9 jaar gedaan volgens mij. En dat was gewoon een grandioos succes. Ja. Iedere zondagavond om 6:30 met carnaval zat de zaal met 200-300 mensen vol. Wow. En dan liep dat allemaal heerlijk door. Ja. De zwalkers die deden mij dan bijstaan. Ja. En we presenteerden het ook als dat de zwalkers het organiseerden. Want als ondernemer mag je veel, maar kan je niet altijd vooraan in het licht staan. En dat was ook niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was om het dorp te vermaken en de kinderen te vermaken en service te verlenen op horeca niveau. En die mini playback show, daar ben je dan mee begonnen? Ja, en zo hebben we ook erbij, in die carnavalsstijl te blijven, hebben we toen ook de Beren Bruiloft op een gegeven moment gaan organiseren. Dat deden wij iets anders dan dat het op het moment gebeurt. De mensen konden er eigenlijk inschrijven voor een x-bedrag en daar kregen ze een koffietafel voor, een broodbuffet en een x-aantal consumptiebonnen. Mm-hmm. Een corsage opgespeld en dan was het eerste maaltijd. Daarna gingen we trouwen en er was dan meestal iemand van de gemeente bij om de ambtenaar van de burger te zijn. Jan Verburen heeft het bijvoorbeeld verscheidene malen gedaan. En dat was echt heel leuk om te organiseren en te doen hiervoor toch. Ja. Ja, en buiten de carnaval om, het carnaval dat is 4-5 dagen. Ja. Voorbereiding is wat langer vaak als de dagen aan zich natuurlijk. Ja, hè? Ja. Daar weten we alles van. Maar goed, buiten de carnaval om heb je ook van alles gedaan natuurlijk. Ja, ik heb samen met vier anderen, vijf, zijn we met de Zwaluwse Zonzeeloop gedaan. Die hebben we 10 keer gedaan. Daar zat Jan Verburen, Gerard Hoeven, Ton Hoeven en alle drie de heren zijn helaas ons ontvallen. Ja. En Kees van Dongen en ondergetekende. Wij hebben toen 10 keren de Zonzeeloop gedaan en dat waren echt fantastische dagen. En je hebt ook wel eens iets met muziek gedaan uit verschillende kernen. Uit elke kern een muziekvereniging. Ik heb natuurlijk relatief veel gedaan met muziek, terwijl ik zelf geen noot kan lezen, zo groot als een stamboom. Ja. Maar met muziek omgaan, dat was in 83 heb ik hier het 60-jarig bestaan van Fanfare Concordia georganiseerd met een drumbandwedstrijd op het voetbalveld. Dat was dan niet in wedstrijdverband, maar het was wel een muzikale avond. Ja. Muziek, dat is wel een beetje wat... vroeger zat ik in de drummet in te rijden. Maar je hebt nooit iets gespeeld met muziek of zo? Ik ben tamboer geweest. Oh, tamboer. Slagwerk deed ik. Maar wij hadden een apart abacadabra schrift in te rijden. En misschien is dat in andere plaatsen ook nog wel geweest. Ja. Ja. Okay. Maar tegenwoordig is het allemaal op noten lezen. Ja. Ja, precies. En daar ben ik niet machtig. Nee. Maar, Je bent wel een sportmens. Om te kijken, jawel.
Maar niet om actief sport te beoefenen. Nee, niet om te beoefenen. Nee, maar je hebt ook, je hebt, net zei je al, je hebt die zonzeelloop heb je dan gedaan. Ja. Steprace heb ik gedaan. Steprace hebben we 3 keer gedaan. En 1 keer was daarbij het Nederlands kampioenschappen estafette steppen. Voor teams, hè, want anders ken je geen estafette als je geen team hebt. Ja. Maar toen hadden we deelnemers uit Groningen en Drenthe en Friesland. En die jongens die kwamen 's morgens allemaal heel vroeg. Ik denk, wat is er nou aan de hand? Ja, wij komen daar en daar vandaan. En ik kon ze bijna niet verstaan. Nee, maar, ja, publieke belangstelling. Ja. Voor mij ging het weer om de activiteit te organiseren. Ja. Proberen je neus aan het venster te laten zien. Precies. En natuurlijk... Ja. Om in het horecagedeelte ook een stukje mee te kunnen plukken. Precies. Ja. Maar daar is nooit echt de grote opzet geweest. Nee. Als het een mini playback show is of muziekavond of wat dan, probeer je natuurlijk altijd. Dat ligt er gewoon bovenop. Ja. Maar met de sportactiviteiten die buiten waren, deed ik eigenlijk echt omdat ik liefhebber was om iets te organiseren. Precies. Okay. En gelukkig had ik daar ook weer Jan Verburen. Een goede vriend van mij, die daar mee hielp om het allemaal op de computer technisch klaar te krijgen. Ja, ja, ja. En met papier werken en zo. Okay. En dat was echt leuk, ja. Ja, ja. En hadden we ook nog in die tijd ook nog een wielerronde hier? Ik heb een wielerronde gedaan met BWF, de Brabantse Wielerfederatie. Ja. Die jongens die reden in Breda altijd op het Pinveld, meen ik dat het daar heet. Ja. Nee, is niet. Ja, het was eerst. Toen hebben we het ook een poosje op Takkenbijsters gehad. Takkenbijsters, juist. Daar bedoel ik. Daar is en, geweest. En op een gegeven moment kwamen hier verdwaalde wielrenners op de stoep zitten. Of op het terrasje. Ja. En daarbij was een oud leraar van mij. Oké. Okay. En meneer Schouwen. En ik zeg, godsamme, ik zeg wielrennen. Ik zou hier eigenlijk best een rondje willen laten rijden. Ja. Zou dat kunnen? Nou, dat kan altijd wel. Als je een rondje net van een kilometer 20 of een kilometer 200, dan is het genoeg. Ja, ja. Ik denk aan hier zo het fietspad en dan achteraan bij de woning van Basilier, zoals wij dat altijd nog noemen. Mm-hmm. En dan terug hier naar de kerk toe en dan weer naar beneden. En, is een rondje van 2200 meter, dus ja, dat is een mooi rondje. Ja. Ja. Okay. En dat heb ik toen 5 jaar gedaan. Ja, zeg, dan hebben we beginjaren. En dan loopt de jaren, blijf je heel veel dingen organiseren. Ja, zo hebben we samen met... Ja. De Linicrossers 6 jaar de indoor sportevenement gehad van 24 uur fietsen op rollen. En we zijn begonnen met 2 teams. En er waren 2 teams van de Linicrossers die tegen elkaar zaten te fietsen. En 24 uur aan een stuk. Oh. En er waren dan teams van 4 of 5 personen. Oh. En dan deden ze slapen in de sportzaal. Althans, als je slapen kan, een uurtje rusten. Want precies. Dan moesten ze weer eten of gemasseerd worden of wat dan ook. Ja. Ja. En dat liep uit op een gegeven moment dat we met 6 teams op het podium zaten. Oh. En dat was een beetje heel veel krap. Maar we hadden 6 teams ingeschreven. Dus dat moet je ze ook faciliteren. Ja. Ja, en daarbij hadden we ook nog het 12 uur darten, deden we dan in diezelfde nacht. Oh. Want dat draaide dan door, dan hadden de fietsers hadden nog iets om na te kijken. Ja, en de darters hadden ook weer meer publiek binnen. Ja, heel rustig om ze heen. Dat was gewoon echt heel gezellig. En dat hebben we, zoals ik zeg, 1 jaar of 5, 6 gedaan. Je moet op een gegeven moment ook wel voor wat afwisseling zorgen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Want als je iedere week hetzelfde organiseert, dan komt er 1 keer komt er iemand, 2 keer komt er iemand. En daarna zeggen we, we hebben het wel gezien. Hetzelfde als met Back to the 60s, maar dan op zijn Hollands. Dat heb ik 4 keer gedaan. Ja. Met 3 jaar met de Terlenkas uit het Leur Prinsenbeek kwamen dat gezelschap. Ja. Hele leuke Nederlandstalige muziek natuurlijk. Ja. Uit de jaren 60 live gezongen en gespeeld. Okay. En dat waren echt hele bijzondere avonden. De eerste keer dat ik het organiseerde had ik
40, 50 betalende gasten binnen. Ik denk van, nou ja, ik vind het gezellig, ik vind het leuk, laat maar gaan en volgend jaar kijken we weer maar. Ja. En het jaar erop organiseerde ik het weer en weer wat bekendheid aangegeven. En toen zaten we op een gegeven moment 200 man in de zaal. Ja. Dus dat is zo'n beetje het muzikale gebeuren wat er hier in de Zonzil is geweest. Ja. En buiten het muzikale en buiten de sport, had je ook nog andere activiteiten? Want je hebt hier ook wel wat verenigingen natuurlijk allemaal gehad. Met de bejaarden hebben we de KBO, de ouderen, die deden voorheen altijd via SWO de zaal huren en dan mochten ze heel het pand min of meer deden ze gebruiken voor hun activiteiten. Ja. En was ook een gereduceerde prijs voor de consumpties voor de, de ouderen. Ja. Maar wat we wel deden, dat was een bejaardenverkoop. Ja, we verkopen geen bejaarden, maar de handwerkclub die voorheen ook bij de KBO hoorde, die handwerkclub die produceren heel het jaar schortjes en handschoentjes en mutsjes en sjalen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar ja, daar kun je niet blijven opslaan. Dus deze één keer per jaar deden ze daar een verkoopdag voor. En daar deden we dan ook hier in de grote zaal. Ja. En dan hebben we jaren gehad dat we daarbij ook nog een rommelmarkt deden organiseren in de sportzaal. Dat moest je dan wel zuiver gescheiden houden, dat niet door elkaar liep. Nee. Polen, heb je ook nog iets mee? Polen, heb ik in zoverre iets mee. Ik zat voorheen in het comité 4, 5 mei en we hebben daar verschillende activiteiten mee georganiseerd met 55 legervoertuigen en 12 veteranen die heel die tocht meegezeten hebben vanuit Den Hout via Ter Heide, Wagenberg, Maden, Drimmelen, Lage Zwaluwe naar Hoge Zwaluwe toe. Ja. Om hier 's avonds een dienst te doen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ja. Okay. Maar dat was ook een hele mooie periode en daar kijk ik met veel plezier op terug. Ja, ja. Toen hebben we doordat de KBO die handwerkclub artikelen verkocht, kwam ik in aanraking met een mevrouw die kleding verzamelt en goederen verzamelt voor een tehuis in Kosmin. Ja. Nou, daar deden we. Ja. Maar ja, dat moest geld opleveren. Dus toen hebben we. Die mevrouw organiseerde dat eerste tijd al op Maden bij het treffend. Ja. En toen bood ik aan om hier de zaal beschikbaar te stellen en heel veel tegemoetkomingen daarin. Ja. Ja. En toen ben ik met die Polen in aanraking gekomen. Dat hebben we 4 jaar gedaan. Ja. En dat bracht dan centen op om voor dat kinderhuis in Kosmin. Ja, ja. En dat was wel leuk. Ja. Ja. En er waren dagen die echt heel goed bezocht werden. Ja, precies. Ja, ja. Heel fijn, heel fijn mee samengewerkt en gedaan. Maar aan alles komt een eind. Ja, nee, precies. Ja, aan alles komt een eind. Ja, dat sowieso. En een van de trieste gebeurtenissen is natuurlijk je vrouw die toen. Mijn vrouw die 6 jaar geleden voor mij vrij plotseling overleed. Maar mijn vrouw die heeft dus ook in de zaak verschrikkelijk hard gewerkt. Precies. En die heeft ook het dorp Hoge Zwaluwe nog 12 jaar van het postagentschap voorzien. Hè? Okay. We hebben hier in de Zonzeel, toen ging het steunpunt aan de Magrietstraat ging sluiten. Daar zat het postkantoor in en er zat de gemeente in en er zat een stukje Rabobank in. En dat pand werd afgestoten, werd verkocht. Ja. Dus toen wilde de postkantoor BV, was dat toen. Okay. Ja, die zocht een locatie waar ze de postbussen weg kon hangen. Toen was het nog de mode dat je allemaal dat verenigingen en bedrijven een postbus hadden. Ja. En er werd toen aan mij gevraagd van ik zeg als ik hier toch moet zijn, precies, dan kan ik ook wel postzegel verkopen. Ja, goh. En toen kwam het kleine cafeetje.
kleine cafeetje is gekomen. Daar waren we al jaren mee bezig. Ja. Daar zijn we in 2014 echt serieus over begonnen, maar we vingen steeds bot en, en dat ging niet door. En toen kwam op een gegeven moment de gemeente aan met het verzoek om hierboven, dus waar nu Omroep Drimmelen zit, dat Omroep Drimmelen daar zou komen. Ja, ja, dat was mijn opslag. En als we 's avonds aan de bar zaten en we hadden het over carnaval, 96, dan kon ik nog wel even een attribuut bovenuit de kamer halen die daar weer mee in verband kon gebracht worden. Ja, 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 dus, maar ja, dat moest er dan allemaal uit en ik had er eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen in om die groep hier te halen. Ja. Want ja, ik moest mijn alleen recht afgeven. Nou, ja. Dat is in alle minnen geschikt. Alleen, ik had wel bedongen, onder één voorwaarde, dat we dan het kleine cafeetje mogen gaan realiseren. Ja, ja, dat gaan we wel doen, maar dat kan ik nou nog niet zeggen. En dat was twee wethouders uit één partij die dat mij allemaal mooi door de neus boorden of er langs heen liepen. Ja. En, maar op een gegeven moment hebben we dat toch doorgezet. Ja. Omroep Drimmelen is hier naar boven gekomen en toen moest de bekende gang aan de buitenkant van de Zonzeel er tegenaan gezet worden. Ja, ja. En ja, dat is nou toch niet meer nodig, heb al, werd er in 2018 zo half maart tegen mij verteld. Dat was 14 dagen nadat Lida overleden was. Ja. Nee, dat, en wij waren al zo ver in dat proces om dat kleine cafeetje te realiseren. Precies. Dat ik glas had zijn nemen, dat gaat wel door. Ja. Ja. En rekent er maar op dat het 24 november geopend wordt, op de dag dat Lida jarig zou zijn. Ja. En dat is ook gebeurd. Precies. Ja. We hebben het met heel veel hokken en stoten hebben het voor elkaar gekregen. En we hebben een leuk klein cafeetje gemaakt toen. Ja. En Lida heeft het helaas nooit meer mogen zien, maar zoals het eruit zag, was het eigenlijk Lida er medeplan. Ja, ja, ja. En ja, was het voor ons toch wel was het voor mij echt wel een gezellig puntje waar ik ook met heel veel plezier in heb gestaan. Ja, en waar we op een gegeven moment ook een dagschoteltje gingen verkopen. Ja. En er kwam een klein kaartje. Ja. Ik deed zelf de keuken. Iemand, een vriendelijke dame achter de bar. En dat liep wel. Ja. Maar ja, op een gegeven moment is het coronafeest begonnen. Ja. En daar zijn we eigenlijk nooit meer bovenop gekomen. Nee, nee. Als je nou terugkijkt naar die 33 jaar. Als ik zeg van het wat is je nou het meeste bijgebleven? Waarvan je denkt van, wow. Waar ik heel tevreden en waar ik heel trots op ben, dat is dat ik met alle maaltijden, feesten en activiteiten die ik gedaan heb met eten, dat ik daar eigenlijk nooit geen echte klachten over heb gehad. Dat het niet goed was, dat ik altijd tevreden gasten had. Ja. Ook de periode dat we salades maakten op feestdagen. Ja. Dat we 150, 200 salades maakten in een kerstperiode. En allemaal tevreden gezichten en tevreden mensen zagen. Ja. Dat is mij het meeste bijgebleven. Ja. En natuurlijk ook dat we lustrumfeesten die we deden met 5 jaar bestaan, 10 jaar bestaan, 15 jaar bestaan, 20 jaar, 25 jaar bestaan. Ja, ja. Dat we die allemaal heel leuk en gezellig hebben kunnen vieren. Ja. Lida en ik samen. En daar is in 2018 plotseling een einde aan gekomen. Ja. Ja. En ik heb het zo lang mogelijk door proberen te zetten tot aan mijn pensioengerechtigde leeftijd. Ja. En daar hoop ik nou nog even van te kunnen gaan genieten. Ja, lekker van genieten. Ik zou zeggen bedankt, Paul. Graag gedaan. Ik denk ook namens de kijkers jou bedanken voor al die jaren
die je wat gedaan hebt voor de gemeenschap hier. Ja, ik hoop dat, dat het ze geholpen heeft die jaren er doorheen. En ik wens iedereen heel veel sterkte in de tijd die nu gaat komen. En ik hoop dat de mensen gebruik kunnen en willen blijven maken van de Zonzeel. Van de Zonzeel, goed. Dat is heel belangrijk. Ja. Voor het dorp. Ja. Oké. Bedankt. Graag gedaan.